Ja, we zijn toch weer begonnen met sproeien vandaag. En ja, de temperatuur is nou net 1 graad onder nul. En dan ga je toch kriebels krijgen. Dus we hebben de machine aangestart. En we hebben 2 keer heen en weer gereden. En hier en daar begint er een klein vriesje op te komen. Het is allemaal nog minimaal. Maar ja, we doen ons uiterste best om toch morgen een ijsvloertje te hebben. Kijk, als je daarnaar kijkt, dat glinstert hier. Dat is een beetje ijsvorming. Maar het eerste rondje is altijd het moeilijkste. Hè? Als je straks helemaal weer wit opgedroogd is, dan gaan we weer rijden. Dat zien we graag. Maar overdag wordt het morgen, geef ze aan, boven nul. Is dat een probleem? Dat zal wel een probleem worden. De zon wordt natuurlijk wel steeds sterker ook. Hè? Maar ja, daardoor doen we natuurlijk ook een laagje kalk eroverheen. Dat die zon natuurlijk geen vat op de beton krijgt ook. Maar ja, het is de afwachten hoe het gaat morgen natuurlijk. Ja, hij is er allemaal enthousiast natuurlijk. Er zijn erbij die willen heel de nacht komen. En er zijn erbij die zeggen, joh, tot 12 uur. Als je natuurlijk overdag moet werken, dan kan je natuurlijk niet heel de nacht hier lopen. Dus alles draait. Maar ja, of het allemaal goed gaat, is toch altijd een verrassing. Het gaat gebeuren, maar je weet nooit wanneer. Hè?